Internet of Things is een hele spannende gebeurtenis die vlak voor ons ligt. Vandaag gebruiken we het internet om naar een website te gaan, maar binnenkort alles wordt eigenlijk gewoon geconnecteerd. Alles wordt internet-enabled. Eigenlijk alles wordt wakker en wordt slim en intelligent. Van een stoel tot een machine, van een auto tot een gebouw. Al die dingen beginnen met elkaar te praten, te communiceren. En we kunnen daar op een heel clevere manier iets mee doen. We gaan veel beter kunnen meten, we gaan veel beter kunnen verstaan, veel beter kunnen optimaliseren van allerlei dingen. Dat heeft enorme mogelijkheden, zeker ook naar de industrie. Kijk naar de Vlaamse industrie, we zijn een maakindustrie, we kunnen dingen maken. En alles wordt eigenlijk geconnecteerd, wordt slim, wordt beheersbaar en wordt eigenlijk in een netwerk opgenomen. En dat is die Internet of Things. Het gaat in een heleboel takken van sport en heel veel industrieën een enorme impact hebben, ook in een heleboel sectoren waar we het misschien helemaal niet verwachten. Voilà, hier zien we een koe die is uitgerust met het Monico-systeem. Er zijn daar twee bakjes. Het ene bakje is een localisatieunit die toelaat om zeer nauwkeurig tot op een dertigtal centimeter de koe te lokaliseren. Het andere bakje bevat sensoren en gebruikt de nieuwste Internet of Things technologieën om al die data naar een backend te krijgen. Dat is in feite een high-tech koe. À l'ILVO, l'Institut de recherche pour l'agriculture et la pêche à Mel, un nouveau système de monitoring pour vaches est testé actuellement. Les éleveurs pourront à l'avenir localiser leurs vaches en temps réel et suivre l'état de santé de leurs animaux jusque dans les moindres détails. Des capteurs existent déjà aujourd'hui, mais ils présentent de nombreux inconvénients. Het is zo dat de huidige systemen die er op de markt zijn, zich voornamelijk richten op één bepaald aspect van gezondheid. Dat maakt dat eigenlijk de melkveehouders meerdere systemen zouden moeten gaan kopen, die dan bovendien nog niet geïntegreerd zijn in één geheel. Daarnaast is het ook zo dat die sensoren die we vandaag kennen energieverslindend zijn. En dan kan je eigenlijk geen regelmatige updates doen van je data. En dat is nu juist nodig om vroegtijdige detectie te kunnen doen van problemen. En daarnaast is het zo dat die algoritmes zeker nog kunnen verbeterd worden en ook dat de data nog beter kan voorgesteld worden aan de veehouder. Eigenlijk moet hij een prioritaire to-do-list krijgen zodat hij snel weet wat hij moet doen met welke dieren. La demande d'un système de monitoring convivial avec une plus longue durée de vie provient des éleveurs flamands eux-mêmes. Le centre de recherche IMEC et différentes entreprises flamandes collaborent depuis près de deux ans déjà à cette nouvelle technologie. Une de ces entreprises, c'est De Laval, qui commercialisera le produit final. Het project Monicao is eigenlijk gestart op vraag van een aantal boeren eigenlijk aan de Universiteit van Gent. Omdat zij met een arbeidsprobleem zitten, de boer. Hè, als zij heel veel koeien heeft en ze moeten dat werk allemaal zelf blijven doen. Ja, dat is arbeidstechnisch ook niet mogelijk eigenlijk. Dus vandaar dat het voor die boeren inderdaad interessant is om accurate sensoren te hebben die hun helpen zeg maar, in hun bedrijfsvoering. We zien hier inderdaad de koe. Die informatie is in feite zeer nuttig voor de boeren. Niet alleen om de koe te gaan terugvinden in zijn kudde, maar ook om de afgeleide parameters uit de locatie te gaan interpreteren. Bijvoorbeeld een koe die beginnende tekenen van kruipleid vertoont, zal veel minder afstand afleggen op een dag. Détecter rapidement des problèmes de santé chez les vaches est important pour l'éleveur. Il évite ainsi des frais médicaux coûteux. Neem een uierontsteking die niet opgemerkt wordt, dat gaat de boer €150 kosten bijvoorbeeld. Een kreupele koe die hij te laat opmerkt, waardoor hij ze niet meer genezen krijgt, dan spreken we snel van €250. Dus sensoren zijn belangrijk. Zo vroeg mogelijk de juiste gegevens krijgen, zodat hij die ziektes kan voorkomen, die brengen hem veel geld op. In september zal het project de recherche Monico s'achèvera. Ensuite, cela pourrait prendre encore deux ans environ avant que les nouveaux supercapteurs ne soient sur le marché. Monico n'est qu'un des projets parmi d'autres pour lesquels IMEC offre des solutions intelligentes. ICON is een zeer breed instrument. Het gaat over samenwerking tussen academici en bedrijven. Monico is daar maar één voorbeeld van. Het is eigenlijk aan de bedrijven om hun digitale innovatie zelf te bepalen en bij ons een project in te dienen. In het verleden hebben we al projecten gezien met mediabedrijven. We hebben projecten met banken die lopen rond beveiliging, maar ook zelfs met de mensen van Tomorrowland voor nieuwe technologie voor de festivalgangers. Besoin d'aide pour vos innovations? Venez au IMEC Technology Forum à Anvers les 16 et 17 mai et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous.